Kun je je even voorstellen aan de kijkers? Mijn naam is Emmy Lamers. Ik ben de fractievoorzitter van Heemskerk Lokaal. En Heemskerk Lokaal is de grootste partij in Heemskerk. Een lokale partij. En dat is alleen maar heel erg leuk. Omdat in een lokale partij eigenlijk echt een goede dwarsdoorsnede is van de inwoners. En dat zou je eigenlijk altijd willen. En dat doet niets af aan de landelijke partijen die natuurlijk ook voor de inwoners van Heemskerk staan. Maar wij zijn echt van links tot rechts. En dat vind ik het leuke ook aan een lokale partij. Je zegt de grootste partij in de raad. Hoeveel zetels hebben jullie? Wij hebben er 6 van de 25. Dat is fors. Hebben jullie ook een wethouder? Wij hebben ook een wethouder, ja. Wethouder sport en cultuur en jeugdzorg. En de tweede termijn ook van onze wethouder. En dat gaat eigenlijk prima. We zitten ook in de coalitie, ook voor de tweede keer. En dat loopt goed. Is leuk ook. Hoe lang zit je zelf al in de raad? Dit is mijn tweede periode. De eerste periode, ik ben destijds bijna geronseld. Van God, is politiek niks voor jou? En toen dacht ik, ik ga eens kijken. Toen dacht ik, dit is wat voor mij. En toen ben ik eigenlijk als eerste vrouw hoog op de lijst beland. En ik kreeg heel veel stemmen. En toen ineens was ik de vieze fractievoorzitter. En met nul ervaring. En dat is wel even een rollercoaster. Maar goed, uiteindelijk... gewoon heel erg leuk. Heel veel geleerd. En ik wil ook altijd graag alles leren. Toen kwamen de tweede ronde, de verkiezingen. En toen werden we de grootste. En dat was eigenlijk onverwacht. En toen hebben ze mij gekozen als nieuwe fractievoorzitter. En dat is echt een hele verandering ten opzichte van alleen maar raadslid zijn. Want je staat toch wel veel meer in de schijnwerpers. Je hebt ook andere overleggen. Je hebt een presidiumoverleg en je wordt vaker gebeld door bijvoorbeeld voor een interview, net als nu. Dus en de Telegraaf belt ook wel eens bij Hot Items. En het vraagt gewoon veel meer tijd, maar het is wel heel erg leuk om met je fractie gewoon een eenheid te vormen en te proberen om het allemaal zo goed te doen voor de inwoners. En dat is gewoon leuk. We staan op Eikenhof 2 in Heemskerk. Ja. Waarom staan we hier, Emmy? Wij hebben als raadslid heb je een aantal taken. En een van je taken is je volksvertegenwoordigende taak. En om goed in die luisterende oor te hebben liggen bij de inwoners, hebben wij al een tijdje geleden zijn we begonnen met voorraad te organiseren. Dus we hebben bijvoorbeeld een forum gehad over mantelzorg, over plastic. En vorig jaar hebben we een drieluik gedaan over wonen en duurzaamheid. En daar hadden we bedacht, we gaan daar experts bij uitnodigen, zijn ook gekomen. En uiteindelijk was er zoveel aandacht voor wonen, dat we de tweede en de derde sessie voor een bijeenkomst dus ook gefocust hebben op wonen. Nu lag er in die tijd een burgerinitiatief om een Knarrenhof te bouwen. Dus we hebben ook toen ook contact gehad met de landelijke stichting Knarrenhof.nl. Wat is een Knarrenhof? Een Knarrenhof is een soort wooncomplex, wat niet per se knarren hoeft te hebben. Het kan ook jongeren en kleine gezinnen, starters, dat kan ook. Hè? Maar de stichting heet nou eenmaal Knarrenhof.nl. En gemixt is juist het leuke huren en koop. En die hebben een burgerinitiatief ingediend. En er zijn dus echt, ik geloof iets van 170 mensen die ingeschreven staan vanuit onze regio en ook vanuit Heemskerk om deel te kunnen nemen in dat Knarrenhof. En dat burgerinitiatief die vraagt dus om een locatie. En zij hebben hun oog laten vallen op deze locatie, Eikenhof 2. Hier kunnen echt heel veel woningen gebouwd worden. Vooral ook in de gemixte vorm. En het idee van een Knarrenhof is om een soort community-achtig iets te bouwen. Dus je bouwt bijvoorbeeld in een U-vorm met een gemeenschappelijke tuin in het midden. Je hebt een gemeenschapshuis. En het idee erachter is, en je leest het ook steeds vaker in de krant, dat je dan elkaar kan helpen. Dus ouderen kunnen jongeren helpen, jongeren kunnen ouderen helpen. Dat je een soort gemeenschap creëert. En dat klinkt zwaarder dan dat het in werkelijkheid natuurlijk is. Maar dat is wel eigenlijk wel een beetje de toekomst. Want Heemskerk vergrijst in hard tempo en het is een dubbele vergrijzing. En eigenlijk wil je gewoon de ouderen, die vragen steeds meer hulp, die moeten thuis blijven. Die WMO die groeit de pan uit. Dus eigenlijk zou je gewoon willen dat daar mensen zijn, bijvoorbeeld jongeren of starters, die dan eens even omkijken naar een oudere. Dat daar niet continu 6 keer per dag een thuiszorg langs moet komen, wat veel geld kost. Dus het mes snijdt aan alle kanten. Dus vandaar dat wij warm voorstander zijn van dat woninitiatief Knarrenhof.
En ze hebben hun oog laten vallen op deze locatie. Maar ja, er zijn in Heemskerk niet heel veel locaties meer om goed te kunnen bouwen. Dus ja, de gemeente houdt toch wel een slag om de arm om te kijken van ja, is er ook nog een andere locatie mogelijk? Dus daar zijn nu de gesprekken over. En elke mogelijkheid om het Knarrenhof zeg maar op de kaart te zetten, die grijpen wij aan. Omdat het gewoon heel belangrijk is, als daar 150 woningen komen, dan laten ook 150 mensen een woning achter. En dat zijn vaak natuurlijk mensen die alleen zijn en in een eensgezinswoning wonen. En dan komt wel de doorstroom eindelijk op gang. Dus dan kunnen de mensen die daaronder zitten en aan de stap toe zijn, die kunnen naar in zo'n woning gaan. En dan komt er een doorstroom op gang en dan komt aan het begin van de keten, zeg maar, ook de jongeren een keer aan bod en de starter op de huizenmarkt. En dan ook voor hun moet je bouwen. Maar dat is dan een beetje het idee erachter, dat de doorstroom op gang komt. Dus wij zetten daarop in, zeg maar. Je hebt het over een gemengde gemeenschap. Hè? Mensen, ouderen, jongeren gaan bij elkaar wonen. Ik snap het voordeel voor de ouderen, dat er mensen zijn die naar ze omkijken. Wat is het voordeel voor de jongeren om daar te gaan wonen? Ik denk dat zij daar eindelijk een woning kunnen vinden. Daar begint het mee. Ze zijn daar, dat worden dan wat kleinere complexen van misschien 40 vierkante meter. Ook daar dat ze met elkaar kunnen wonen. Want je kan ook in een studentenhuis gaan wonen. Maar als je allemaal een twee-kamer appartement hebt, is dat misschien wel veel prettiger. En ook voor de toekomst dan, naar de toekomst toe, is dat misschien een hele goeie. Jij staat positief tegenover het plan. Hoe zit dat binnen het college van Heemskerk? Nou, ik denk dat het college niet onwelwillend tegenover staat. Alleen de plekken zijn schaars. En zij houden heel lang een slag om de arm. Dit is al bijna een jaar bezig. En ja, we zijn er nu nog niet. Er ligt nu een voorstel dat in oktober komt het college met een voorstel om te kijken of het haalbaar is. Ja, en het is een beetje een kip-en-ei verhaal, want zij vragen om grond. Aangewezen grond, dan gaat het Knarrenhof gaat met een architect tekenen. Ja, dat kost natuurlijk geld aan het Knarrenhof. Ja, en als de gemeente daar uiteindelijk niet mee akkoord gaat, dan zijn die kosten natuurlijk voor het Knarrenhof. En aan de andere kant is het natuurlijk zo dat als de gemeente zegt van nou ga maar bouwen en het lijkt ze niks, ja, dan zijn ze daar ook niet blij mee. Dus het is een beetje kip en ei. Dus er zijn nu gesprekken gaande met de initiatiefnemer, maar ook met die landelijke stichting, om te kijken van wat is er mogelijk. En ja, daar komt ook bij dat je natuurlijk een gemixt geheel wil. Je wil koop en huur. Nou, en als je huur wil hebben, dan moet je ook een verhuurderscorporatie daarbij betrekken. Nou ja, dat zou dan bijvoorbeeld hier in deze regio Woonzorg Nederland kunnen zijn. Of Woon op Maat, of misschien Prewonen. Dus die partijen moeten daar ook allemaal nog weer bij betrokken worden. Dus het is niet een 1, 2, 3'tje. Maar nou ja, we hopen natuurlijk wel dat ze straks met een goed onderbouwd voorstel komen. En dan natuurlijk hopen op een ja dat het Knarrenhof er kan komen en dat ze kunnen gaan tekenen, de architect van het Knarrenhof. Hoe zit het in de rest van de raad met de steun voor dit plan? Dit plan was unaniem aangenomen, okay. Het voorstel om het te onderzoeken. Ja, ja, er moet gewoon gebouwd worden. En grondgebonden kan niet. De oorspronkelijke idee van een Knarrenhof is grondgebonden woningen. Ja, dat gaat gewoon niet. Want dan heb je grote stukken grond nodig. Die Knarrenhoven zijn allemaal in het oosten van het land waar ook heel veel grond is. Dus wij hebben natuurlijk ook aan de initiatiefnemers gezegd, joh, je moet ook een beetje de lucht in gaan, want anders dan gaat het niet halen. En natuurlijk mixen. Huur en koop en jong en oud. En ja, uiteindelijk is dat wel de insteek geworden, als dat natuurlijk allemaal kan straks. Hè? Want er zitten natuurlijk ook nog toewijzingseisen aan en wat kost de grond per vierkante meter. Dus dat moet allemaal onderzocht worden in dat onderzoek waar we dan in oktober wat over zullen horen.